Catharina van de Voice Kids heeft haar eerste single uit. Catharina, kan jij iets meer vertellen over het nummer? Ja, dus ik heb groot nieuws. Deze week komt mijn nieuwe single uit en het heet The Girl That Let You Go. Het liedje is een soort van een popnummer. Ik vind het zelf ook een heel leuk nummer. En het gaat over een meisje die een jongen ontmoet en het gaat niet zo goed, hun relatie. Dus het meisje geeft nog een laatste kans. En als hij het niet grijpt, ja, dan gaat zij hem verlaten. Oh, if you let me down, boy, let me break it down. I'll be the girl that let you go. Wie zijn jouw grote voorbeelden in de muziekwereld? Ik zou zeggen Anne-Marie. Van gelijk haar nummer Friends. Of Ariana Grande een beetje. Ja, zo gelijk een mix van hun twee. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd na The Voice Kids? Is er veel veranderd ondertussen? Dus opeens heb ik veel de roem gekregen. Veel interviews, concerten. Het werd ook een beetje te veel. Dus ik dacht van, ja, laten we een keer in de zomervakantie een vakantieritje doen. Dus in Italië. Het was heel leuk. En ja, dan heb ik mijn nieuwe single uitgebracht. En het gaat deze week komen. Dus ik ben blij. Catharina, je hebt natuurlijk ook een clip opgenomen bij het nummer. De clip heeft mijn familie dat gemaakt. Dus iemand heeft dat gefilmd van mijn familie. En mijn neef was erbij. Hij zit er ook in. Dus mensen, alsjeblieft niet denken dat dat mijn vriendje is. Want het is niet zo. Dus het is mijn neef. Zeg, even een indiscrete vraag. Heb je eigenlijk een vriendje? Nee, ik heb geen vriendje. Ik vind zelf dat ik nog te jong ben voor een vriendje en dat ik eigenlijk nog niet zoveel weet wat liefde is. En ik wil het nog zelf vinden, maar nu nog niet. Welke muzikale richting wil je eigenlijk uitgaan? Ha, daar zit ik nog een beetje te twijfelen, want ik vind echt bijna alle stijlen heel mooi. Maar toch wil ik iets doen met moderne muziek gemengd met R&B een beetje, vind ik zelf. Er is mij iets opgevallen. Je bent op de online media blijkbaar heel populair. Ik vind zelf wel dat ik een beetje, ja, zogezegd beroemd ben op internet. Maar niet zo echt heel beroemd. Maar ik vind wel zelf dat ik echt heel veel fans heb en dat ze me echt heel hard steunen. So if you play your...